Het ministerie van Volksgezondheid organiseert een driedaagse nationale workshop Adolescent Health Strategy. De nationale workshop is bedoeld om de strategische richting betreffende gezondheid van adolescenten in Suriname voor de komende 10 tot 12 jaar vast te stellen. Deze workshop wordt gehouden van 11 tot en met 13 juli 2018 in de ballroom van Hotel Krasnapolski. Het ministerie van Volksgezondheid, en dit is naar voren gekomen toen de workshop begon, is al een tijdje bezig om te kijken naar hoe kan ik de gezondheid van de mensen in Suriname verbeteren. Daarvan is onderdeel om te kijken naar, gaat het goed met mijn baby's? Gaat het goed met mijn kinderen? Gaat het goed met mijn tieners? Gaat het goed met mijn volwassenen? Gaat het goed met mijn oudere mensen? En als we een beetje teruggaan, weten we dat toen we de MDG-tijd hadden, dat daar veel is gekeken naar mensen moeten overleven. Omdat er armoede is, er zijn ziekten enzovoorts. Dus daar is de aandacht op gevestigd in de agenda van wereldontwikkeling, zeg maar. Is een beetje gelukt. Mensen overleven, vooral kinderen overleven. Maar het lijkt een beetje tegenstrijdig als je overleeft als kind, als baby en als kind. Maar wanneer je tiener wordt, wanneer je adolescent wordt, dan zijn er weer een heleboel andere factoren die een rol spelen en die weer je overleving en je ontplooiing, zeg maar, bedreigen. Ik ben hier gekomen. Ik heb veel mensen leren kennen van andere organisaties. Ik vind dat dit ons netwerk kan uitbreiden en samenwerking kan aangaan met de anderen die binnen zijn. Mijn ervaring hier. Ik vind het goed hier. Ik heb dingen gezien, dingen geleerd. En ja, leerrijk. Ik heb hun plannen die ze willen uitvoeren, jawel, heb ik al zo een beetje gehoord en ik vind het geweldig. En ik zal het meenemen en we zullen dat daarna discussiëren in het jeugdparlement enzo. Wat voor boodschap ik ze wil geven, is dat ze mogen verwachten, dat ze een nieuw systeem mogen verwachten en dat ze ook voorzichtig moeten zijn in het leven. Ik zou ze zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn en dat ze betere gezondheidsvoorzieningen mogen verwachten voor de doelgroep adolescenten. Dat zou ik zeggen. De boodschap voor jongeren is, we willen overleven. We willen de dingen hebben en krijgen om ons in leven te houden. We willen gezond zijn en we willen welzijn hebben. Dat wil zeggen dat we door het leven kunnen gaan met een gevoel van voldoening, met een gevoel van blijdschap. En uiteindelijk willen we kunnen transformeren, we willen de wereld kunnen veranderen. Maar dat kunnen we, dat is de potentie van jonge mensen. En het begint ergens wel. En dat is met de gezondheid hebben en het begint met informatie hebben. Dus als je kijkt, dit is voor jou, maar dit is ook voor jou om aan mee te doen.